Petrus, niet voor engeltjes. Sammy, winst tegen Charleroi vandaag. Onverwachts optreden voor jou waarschijnlijk. Je haren liggen al iets beter dan toen je inkwam, want je verwacht het blijkbaar niet echt dat je mocht invallen. Direct die penalty pakken. Heerlijk inkomen, toch? Ja, inderdaad. Goed, ik heb dat goed besproken, de penalty fase met de keepertrainer. Goed, we hadden allebei gelijk in onze mening dat als Rossini recht aanloopt, dat hij naar de rechterkant trapt. En ik heb die mening gevolgd en ik heb hem gepakt. Heb je die mening ook aangehouden tijdens de penaltyreeks? Oké, je hoeft daar geen bal te pakken, maar toch altijd stresserend voor een doelman. Ja, inderdaad. Maar goed, ik heb gewoon op mijn gevoel afgeweest. En goed, daar denk ik de derde strafschop zat ik heel dichtbij. Zij helpen ons een beetje en ze zitten er twee over, dus dat is positief voor ons. Hoe bereid je je mentaal voor om dan in te vallen? Die periode is heel erg kort. Ja, inderdaad, maar goed. Ja. Je zit al lang genoeg in het vak dat je moet weten als er zo'n moment komt dat je moet klaar zijn en geconcentreerd op de bank zit. En dat was ik ook. Volgende ronde nu, kwartfinale. Voor het eerst sinds het jaar dat we de beker wonnen, de kwartfinale halen. Heb je een voorkeur, Standaard of Genk? Well, ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Het zijn altijd topploegen, dus het is altijd plezant om het in te spelen. Volgende wedstrijd volgt nu heel kort. Zaterdag thuis tegen Beerschot, competitie opnieuw. Weinig rustdagen, hoe bereiden jullie die wedstrijd voor? Goed, ik denk dat ieder voor zich genoeg rust moet nemen, ook thuis. En morgen de rustdag nemen, denk ik. Goed uitlopen en dan echt zich focussen op zaterdag, op HBA, want dat is ook een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Terug een lijn van overwinningen doortrekken? Hopelijk, maar goed, we hebben nu lang moeten vechten om die overwinning binnen te halen. En hopelijk kruipt dat niet aan onze kleren. Maar goed, ik denk wel dat iedereen wel zal gemotiveerd zijn, Zadra. De coach was heel tevreden over de getoonde mentaliteit. Hij vond het zelfs positief dat het eens op die manier moest. Voel je ook een ander soort ontlading in de kleedkamer? Ja, inderdaad. Het was eigenlijk vechten tot op het laatste. Ik denk dat je zag de laatste 5 minuten van de verlenging dat iedereen stek kapot zat achteraan. En goed, we waren dan ook een beetje slordig. We namen een beetje risico's. Maar dat is allemaal goed gelopen voor ons. En goed, we zijn wel blij met de overwinning. En spelen de invallers daarin ook een rol? In die overwinning, het pakken van die overwinning dan toch? Want uiteindelijk ja, toch meer dan een halve wedstrijd met 10 man. Ja, inderdaad. Ik denk de invallers hebben ook een steentje bijgedragen. En goed, we hebben een goede bank. En dat is ook positief voor de groep. Toch wel een sterkte van dit soort wagen. Ja, inderdaad. Oké, Sammy, bedankt.